Zeezoen gewoon. De kamer Zeezoen. En hier heb je natuurlijk het allermooiste uitzicht over de Waddenzee. Ja, heel bijzonder. Dat is misschien net dat gelukje dat je op een verschrikkelijk mooie plek zit. In een heel mooi pand. Het is echt het is een rijksmonument. Toen we begonnen, toen zei iedereen, wat ga je doen? Want er komt niemand, er is niks. En wij komen van oorsprong uit de Randstad. En juist het idee dat ergens niks is, is nog zo zeldzaam en zo van zoveel waarde. En daar geloofden wij echt in. Er was nog wel meer voor nodig, want het Rijksmonument was 8 jaar geleden nog een bouwval. En ik dacht echt van, dit is de slechtste beslissing uit mijn hele leven. We hebben in een vlaag van verstandsverbijstering hebben we gehandeld. Het tegendeel is bewezen. Inmiddels is het inderdaad, dat is heel erg leuk. Het is gewoon heel erg leuk als je zo in het diepe springt en het blijkt te lukken. Vorig jaar is de villa ook al genomineerd, voorafgegaan door mystery guests. Iedere gast die kwam, daar zag ik een potentiële mystery guest in. Dat is echt helemaal niet grappig. En ik was altijd heel blij als ik aan iets merkte dat de gast toch geen mystery guest was. En dan kon ik weer gewoon doorgaan met ademhalen. Ja, de gasten kunnen zo vanuit de villa, lopen ze zo door het hekje, over hun eigen gemaakte paadje. Je ziet het zo slingeren naar het wat. En daar kan je kilometers lang langs het wat zwerven. 20 juni wordt bekendgemaakt wie de beste B&B van Nederland heeft. Ik probeer het los te laten en ik probeer gewoon maar te doen zoals we het altijd doen. De zenuwen op 20 juni zijn er niet minder om. Als om 9 uur 's ochtends bekend wordt, dan zou het wel heel erg leuk zijn. Nou, alleen dit al zou een nominatie waard zijn. Was het maar zo makkelijk.